De vierde neurochirurgische missie uit Nederland is bestemd voor operaties bij Surinaamse patiënten met diverse hersenvaatafwijkingen, hersentumoren, wervelkolomafwijkingen in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP. De media kreeg vandaag van de specialisten een overzicht hoe zaken zijn verlopen tijdens deze missie. Bij deze vierde missie zijn ook kaakchirurgen meegekomen. Wilco Peul, professor neurochirurgie uit Nederland, zegt dat hoewel de operaties vooraf zijn gepland, ook mensen worden geholpen die spoed geopereerd moeten worden. We hebben een aantal operaties gepland, maar er komen dan ook spoedgevallen binnen. En juist voor die spoedsituaties willen we zorgen dat in Suriname er voldoende kennis is. En die krijgen dan voorrang. Dus we hadden volgens mij meer dan 10 patiënten gepland deze week. Uiteindelijk zijn een paar patiënten zullen naar de volgende missie. Helaas verplaatst moeten worden omdat een paar spoedpatiënten sneller geopereerd moesten worden. Voor kaakchirurg Farah Alexander komt de hulp van de Nederlandse kaakchirurgen goed uit. Omdat er in Suriname een wachtlijst van mensen met kaakkanker is. Volgens haar heeft Suriname namelijk ook mensen met goed en kwaadaardige tumoren in de kaak. We hebben al een paar patiënten kunnen wegsturen naar Colombia. Maar er was al een wachtlijst van zeker 6-7 patiënten. En de missie die dus vanuit Nederland naar hier is gekomen, hebben ons alvast geholpen met 4 patiënten. Waarvan 2 kwaadaardige tumoren zijn van de kaak. 1 goedaardige tumor. Maar je kan je voorstellen dat als je een goedaardige tumor in je kaak hebt en dat blijft groeien, ook al is het goedaardig, op een gegeven moment zie je een grote zwelling aan de buitenkant. En deze meneer liep al zeker 6-7 jaren met zo'n zwelling rond. En dan is het goedaardig, maar het blijft groeien en dat moet wel behandeld worden. Dus het was een heel mooi initiatief vanuit de kaakchirurgen vanuit Nederland om dan te zeggen, we nemen alles mee. We komen met 3 kaakchirurgen en we gaan het hier opereren. De missie duurt een week. De ploeg uit Nederland is het afgelopen weekend gearriveerd. De specialisten willen nu niet meer praten over een missie, maar werken aan finalisering van een samenwerkingsovereenkomst tussen het AZP en Nederlandse ziekenhuizen om de neurochirurgische zorg te verbeteren.